FCM en TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Klaver Kortwijk. Ja, Nick, hoe heb je op de bank gezeten? Was het een beetje rustig of werd je een beetje zenuwachtig? Nee, niet zenuwachtig, maar wel heel oplettend. Want ik vond het best een lastig potje. Omdat zij gewoon heel veel goede spelers hebben. Is het misschien raar als ik zeg vanaf de tribune leek dat niet zo? Nee, dat snap ik wel. Omdat we hebben niet veel toegelaten. We hebben niet veel kansen weggegeven. Maar je weet dat zij zoveel kwaliteit hebben. Dat je iedere keer de ruimtes heel klein moet hebben. Nou ja, dat vraagt afstemming. We hebben duidelijk getraind. Daar verdienen de jongens ook grote complimenten voor. Want dat hebben ze uitstekend gedaan. Maar het vraagt als trainer ook iedere keer weer de extra alertheid. Om te kijken van, hey, kunnen ze nog andere dingen doen? Wat gebeurt er nou op het veld? Dus ja, heel waakzaam. Was het daarom dat je misschien vaker van het stoeltje af ging? Of gewoon om ze scherp te houden? En om ze nog wat aanwijzingen te geven hier en daar? Ja, je probeert ze te helpen. Omdat we zwaar aan het elastiek moesten om mee te kunnen. Ja. Ja, en eigenlijk naarmate de wedstrijd vorderde, geholpen door een hele snelle goal, waren effectief. En eerst de beste bal op goal lag binnen, geweldig, Michael de Leeuw. Ja, dan word je geholpen en eigenlijk gingen we, vond ik, steeds beter spelen. Veendorp's eerste goal in het betaald voetbal en wat voor een? Ja, geweldig, geweldig. Terwijl hij eigenlijk een moeizame eerste helft speelde. Maar die goal was fantastisch. En dat brak de ban of zo, leek me. Hij speelde een hele goede tweede helft, vond ik. Ook voor hem natuurlijk, want toen hij hem had gemaakt. Ja, je voelde gewoon dat hij losser ging en veel meer met vrijheid ging spelen. Ja. Ja, maar het momentum in een wedstrijd 1-0 voorkomen en in dit geval 2-0 voorkomen, vlak voor de pauze. Ja, dan weet je dat zo'n wedstrijd naar je toe komt. En ja, dus dat geeft zelfvertrouwen, maar ook het gevoel van, nou, dat kan niet meer missen. Dan ga je de 2-0 rust in inderdaad. Ja, dat is heerlijk. Maar wat ga je dan in de tweede helft doen? Om ze scherp te houden, om niet de 2-2 bijvoorbeeld, wat we ooit met Fortuna hier mee hebben gemaakt. Nee, maar weet je, we hebben heel veel leergeld betaald dit seizoen. En dan hoor je ook jongens in de kleedkamer. Het is echt een volwassen groepje aan het worden. Ze houden elkaar scherp, nou, dan wat kleine verbeterpunten, wat dingen doornemen. En dan is het vooral waakzaam blijven en dingen benoemen zoals dat Utrecht waarschijnlijk onderuit de zak heeft gehad in de pauze. En dat ze heel scherp gaan beginnen. Nou ja, en daar moet je tegen zijn. Dus de momenten die je hebt, het momentum wat je bij elkaar hebt gespeeld, moet je dan houden. Ja, dat hebben we denk ik uitstekend gedaan. Is het een hele grote stap? Ja, ja. Ik denk dat we hele goede zaken doen. Maar ook daar geldt nog niet de huid schieten. Voordat het helemaal klaar is, want volgens mij staat de Graafschap nu ook voor. Snelle goal inderdaad. Ja, dus aan het eind kunnen de gekke uitslagen vallen. Maar deze overwinning zet ons wel in een hele mooie positie. Misschien tegen de Graafschap volgende week belangrijker wil ik niet zeggen dan deze wedstrijd. Maar zit daar wel misschien nog meer spanning op dan deze wedstrijd? Ja, nou ja, elke wedstrijd zit nu spanning op. We zitten 3 ronden voor het eind. En we weten dat we ook dinsdag weer vol aan de bak moeten. Dus dat gaan we doen ook. Staat nu 6 punten los dan. Ja. Heerlijk. Ja. Heerlijke zaterdagavond. Heerlijk weekend. Ja, absoluut. Dat is prachtig in ons vak dat je dan als je wint, dat je daar ook even van kunt genieten. Maar wat ik net ook al zei, in deze fase moet je ook snel weer vooruitkijken. Dit, wat we nu voor elkaar hebben gekregen, mogen we niet meer weggeven. Nou, dat vraagt dinsdag weer een hele goede prestatie. Is het dan ook lekker juist dat die dinsdag al zo snel is? Ja, dat moet ik even bekijken. Op zich wel. Maar ja, we zijn wel diep gegaan. Dus hoe zit het met de pijntjes van anderen? Anko sprak ik net nog. Nou, hij zegt ook, de adrenaline heeft me doorheen geholpen. Je staat toch met 2-0 voor. Ja. Maar, Ja, morgen bekijken. We verzamelen morgen. We zullen niet veel doen, maar wel de pijntjes bekijken. En proberen een plan te maken richting dinsdag. Adrenaline absoluut helpt dan, maar het stadion helpt ook. Want dat was wederom fenomenaal. FCM en TV wordt mede mogelijk gemaakt door Albert Heijn Klaver Kortwijk.